Hey yo boys, het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En nu beginnen we aan een van de drie fases van Verzik. We beginnen met de eerste phase waarin dat je moet majen. Dus je ziet hier rechts van boven eigenlijk de namen van alle spelers die in je team zitten. Nu, het is de bedoeling dat een eerste Verzik tegen Verzik gaat beginnen babbelen. Als die begint te babbelen, dan begint de phase eigenlijk. Verzik gaat een health bar krijgen. Die gaat twee specials doen met die staf, de downbringer. Dan gaat hij die droppen voor mij, want ik ben nu eigenlijk de tweede in. In het team. En dan ga ik twee specials doen. En dan ga ik de staf droppen achter een pillar. Vergeet zeker geen Mage Protect op te zetten, want die kan echt heel veel hitten voor zich. Dus nu heeft hij twee geit. Hij dropt een downbringer voor mij. Ik doe twee specials. Voilà, ik ga erachter staan. Ik ga een hit krijgen, want ik was te traag. Zie, dat was 50 door een mage hit. Dus dat is echt iets dat je niet wilt, boys. Oké. Dus voor de rest drop je een downbringer dan voor de volgende. Ziet altijd dat je max AP bent. Echt, ik kan het niet genoeg zeggen. Ziet dat je max AP bent. Zoals je ziet, Verzik hit nu ook gewoon op de pillars. Als de pillar zijn HP op is, gaat hij dan ook down gaan. Dus pas daarmee op. Deze fase gaat heel snel eigenlijk, normaal gezien. Maar pas daarmee op. Dus als die in haar handen klapt, kun je één hit doen. Je kunt er twee doen als je tick perfect bent. Maar als je het niet riskeert, doe gewoon één hit. Dus de pillar gaat nu down gaan. Waarom dat ze de downbrengen niet oppakken, ik weet het niet. Dan gaat hij achter de volgende pillar. Klapt in haar handen. Je kunt gaan om te attacken. Snap je? Als Verzik down is, als de healthbar down is, zo snel mogelijk als je kunt weg van de pillars gaan. Want die pillars die vallen neer en dat doet hij ook weer 60 damage ofzo. Dus oppassen, 0,5%. Verzik gaat down, komt van haar een troon. En nu begint de tweede phase. Oké, merci allemaal om te kijken en tot de volgende. Yo!